Even wat tips voor als je gaat tuinieren. Vooral dingen die je niet moet doen. Allemaal van die beginnersfoutjes. Ga geen moeilijke planten doen. Hou het eenvoudig. Begin met ertjes, tuinbonen, radijsjes, sla. Makkelijk. Geen tomaten op natte klei. Geen aubergines of allerlei exotische dingen. Hou het eenvoudig. Plant vooral groenten, zaaigroenten die je... Waar je geen nare jeugdherinneringen aan hebt. Spruitjes. Ik had bijvoorbeeld snijbonen. Verschrikkelijk. Moest ik vroeger allemaal malen. Die ga ik ook niet in de tuin zetten. Denk aan leuke dingen. Lekkere dingen. Een kas. Serre. Dit is wel heerlijk om al het voorverwarmd voor te trekken voor de tuin. Maar laat het niet te lang doorgroeien. Want dan worden van die lange slierten. En op het moment dat ze naar buiten gaan. Dan hebben ze geen energie meer. Neem je tijd. Ga even lekker rustig zitten. Wacht tot het wat warmer wordt voordat je gaat zaaien. Het is nu koud. Begin mei heb je nog de ijsheilige. We kunnen allerlei dingen nog helemaal bevriezen. Dus doe het niet, wacht. Kijk even uit met woekeraars. Hè? Bramen bijvoorbeeld. Nou, hier zijn ze beteugeld, maar die kunnen alle kanten op knallen. Munt. Voordat je weet, rent het de bak uit. Dus begrens het een beetje. Vergeet niet goede voeding te geven. Dat kan uit een flesje, maar liever niet. Hè? Verzamel al je groenafval. Ik doe gras, bladeren, maar ook takjes. Zodat je door elkaar mengen. En dan krijg je een fantastische eigen compost. Ik weet dat het verleidelijk is, hè, maar ga nou niet te veel zaaien. Het ziet er zo mooi uit, maar reken even, de helft van de zaadjes komt op. Je moet het een beetje uitdunnen, want anders gaan ze elkaar verdringen. En ook hetzelfde geldt voor het planten. Ik heb hier de tuinbonen. Afstand houden, ruimte geven. Hey, manage je verwachtingen een beetje. Datgene wat je uit de tuin haalt zal nooit lijken op datgene wat je in de winkel tegenkomt. Mijn pastinaken knallen alle kanten op. 23 wortels aan één knol. Heel wat anders dan die mooie. Hou daar rekening mee. De tuin geeft ontzettend mooie dingen. Maar ze geeft vooral smaak. Als het seizoen is afgelopen, trek niet alles meteen de grond uit. Sommige planten kunnen fantastisch doorschieten. Geven heerlijk zaad. Hier heb ik bijvoorbeeld nog een spruitje van vorig jaar. Die geeft alweer prachtige bloemetjes. Leuk om ook te zien. Weet je, tuin is ook gewoon spelen. Laten groeien. Ik weet het. Nieuwe hobby's. Nieuwe gadgets. Ik zou zeggen, doe het niet. Begin gewoon met... Elementaire dingen, eenvoudige dingen, een hark, een drietand, een spade, een hak. Dan ben je al een heel eind. Lust je nog een video? Dat treft, want er staan er meer dan 1300 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.